Op zaterdag 3 oktober won KFC Eeklo met 3-1 tegen Jongleden. Na afloop van deze wedstrijd had ik een gesprek met de bliksemsnelle rechtsback van KFC Eeklo, die onlangs nog scoorde op Voorde van op 45 meter. Ik heb het over deze Glendeham, afkomstig van SK Deinze en Sporting Lokeren. Glendeham, een goedenavond. We zijn ongeveer een goede 2 uur verder. Daarnet 3-1 gewonnen tegen Leden. Uw eerste indruk over deze match? Wel, ik vind persoonlijk dat we een heel goede eerste helft gespeeld hebben. We hebben Leden is een ploeg die laat voetballen en ik denk ook dat we dat geprobeerd hebben. Een andere opstelling of de andere week. Ik vind Stan een rijtje doorgeschoven met Jens Pieses erachter. Die jongen heeft dat goed gedaan. We hebben goed gevoetbald, we hebben gescoord. Maar er kon 2 of 3-0 was niet te veel geweest, denk ik. En, we hebben een beetje nagelaten om te scoren, maar toch die voorsprong gepakt weer. En, tweede helft direct gescoord terug, zoals tegen Everhem thuis. En ik denk wel dat het positief geweest is. Dat het ouder een beetje de moed ontnomen heeft. En ons de ruimte gegeven heeft om te tonen dat we weer een ploeg zijn om het weer vast te houden. En weer de 3 punten vastgehouden. We hebben nu 13 op 18. Hadden jullie dat een beetje verwacht als spelersgroep of is het toch een beetje een verrassing? Verwacht? Ik wist wel dat de kwaliteit er was. Gelijk met de Palmenaar, Van Praat, Schotten, die ik ook al kende via testen bij Deinze, Avoki. Ik denk wel dat de kwaliteit er was. Er hebben ons veel onderschat, denk ik wel. En, we hebben dat goed opgelost, denk ik. De trainer zet goede opstellingen neer. De tegenstanders hebben moeilijk met ons. En ik denk belangrijk is ook dat we één geheel zijn. En dat we het zo de tegenstander moeilijk kunnen maken. Dus ons sterke punt, het sterke punt van KFC Eeklo, is volgens u het collectief? Of zijn er nog sterke punten? Ik vind het collectief zeer goed. Als je ziet dat we al veel punten gepakt hebben door de vechtersmentaliteit. Door de voorsprong te behouden eigenlijk. Maar ik denk ook onze, een van onze sterke punten is ons voetballend vermogen. Dat we, als we achterstaan, moeten we soms pompen voor de winst te behouden. Maar voetballend hebben we toch al iets laten zien, denk ik, ook tegen Voorde. Voorbereiding tegen Petenham. Ik denk dat we het vooral van ons voetballend vermogen moeten hebben. Tegen Voorde zagen we een, meer dan een wereldgoal van u. nog altijd aan het nagenieten waarschijnlijk? Ja, zeker. Zeker als verdediger scoor ik niet zo vaak. En het was de juiste moment. We zaten juist onder druk. De keeper moet een interventie doen met de jager. Hij moet uit zijn baklijn zelf en die bal komt perfect in erop. En ik heb niet getwijfeld. Ik heb hem in één tijd genomen en hij zat binnen. En zo hadden we weer een beetje ademruimte om, om ons voorsprong te verdedigen, denk ik. Je hebt nog geen landmeter ingehuurd om te laten uitrekenen hoeveel meter dat was? Nee, het laatste nieuws zegt 40, het nieuwsblad zegt 50. Ik persoonlijk, plein van voren is niet zo groot. Ik stond op de kruising van de middenlijn en de zijlijn. Pakt 45 meter, voilà. uw eerste seizoen bij KFC Eeklo. Bent u tevreden hier? Vernieuwend? Of, Ja, zeker, zeker. Ik heb een paar matchen in tweede klasse gespeeld. Ik moet zeggen, het is een stapje terug, maar ik moet zeggen, ik heb mij nog geen seconde beklaagd. De supportersaanhang is fantastisch. Als je ziet weer hier vanavond, vuurwerk, prachtig. Dat heb ik op de IJs niet meegemaakt. Prachtig. Is er een bepaalde ambitie om volgend jaar nog bij Eeklo te blijven? Of mocht u een aanbieding krijgen, gaat u dan toch Eeklo verlaten? U bent nog waarschijnlijk jong, dus u waarschijnlijk... Ik ben pas 22. Ik steek dan niet weg dat het ook nog mijn ambitie is om nationaal te voetballen. Maar ik voel me zeer goed bij Eeklo. De begeleiding is goed, de supporters zijn goed. Het hangt er ook vanaf welke aanbiedingen komen er. Wat zeggen de contractbesprekingen? Wat zijn de resultaten? Voorlopig gaat het zeer goed, dus blijft dat goed draaien. Kunnen we misschien eindronde spelen? Ambitie is linkerkolom, laat ons dat voorop stellen. Maar kunnen we eindronde spelen? Ik ben nogal iemand die gehecht is aan... ik ben meer een ploegspeler. Als ik niet weg moet, zal ik niet weggaan. Het hangt af van de aanbiedingen en van de prestaties. Dat is zo zijn.
Dan heb ik een aantal typische vragen. Ik heb daarnet gezien wat u gedronken heeft. We zitten nu ondertussen in de kleedkamers eventjes om de rust op te zoeken. Want in de kantine gaat het nog verder, het feestje. Maar in principe, de supporters mogen eigenlijk wel nog eens trakteren met dat doelpunt van vorige week. En met wat mogen ze dat eigenlijk doen? Mijn favoriete drank is Carlsberg uit het flesje. Een wereld van verschil, Carlsberg uit het flesje of uit het glas? Uit het flesje. Trouwens, iets dat men u net te binnen schiet, de Rebbekes. Hebben zij er iets voor tussen gezeten voor de overwinning vandaag? De Rebbekes waren zeer goed, ze hebben gesmaakt. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik, Jasper Schotte, Jochen de Palmnaren, toch een beetje last gehad van de maag. Ze waren zeer goed, misschien iets te veel gegeten. Maar ik heb de opwarming niet volledig meegemaakt, laat ik het zo zeggen. En misschien om af te sluiten, van wie houdt u het meest bij KFC Eeklo? Denk dat ik eerst en vooral ja, de supporters, als je ziet in eerste provinciale, niemand kan zo'n supporters opbrengen met dat vuurwerk terug. Ze staan achter ons, trommel, sirene. En ja, de hevigste supporter van mij is denk ik mijn vader. Ik moet hem vermelden, ik kan het niet nalaten. Maar de supporters John, Dave Gijzel en Mark Staals. Zeker om deze ploeg bijeen te brengen. Maar ik denk eerst en vooral de supporters, die zijn het belangrijkste. En om eigenlijk als allerlaatste punt af te sluiten, waar gaat dit KFC-Eeklo eindigen? Eerste linkerkolom zou ik durven zeggen. Linkerkolom moet zeker te doen ambitie zijn. Ik denk dat we ons niet mogen wegsteken. Allee, ik bedoel, je moet gezond ambitie zijn. In het begin van het seizoen was de linkerkolom al goed. Nu denk ik dat de linkerkolom normaal is. Iedere ploeg, we kunnen van iedere ploeg winnen, maar we kunnen ook van iedere ploeg verliezen. En laat ons stilletjes hopen op een eindrondeticket. Misschien via de eerste ronde, een sterke eerste ronde, maar linkerkolom, realistisch blijven. Oké, zolang dat we maar ons amuseren, zeg maar. ja. Oké, bedankt voor dit interview en nog veel succes bij KFC Eeklo. En het volgende doelpunt van 60 meter. Ah, ik ga proberen, dank u. Oké, tot ziens.